Hallo allemaal, welkom bij het zevende deel. Ik ben heel slecht met tellen. Volgens mij is het zevende deel van de Catfish Challenge. Zoals je ziet is Frits in de winkel. Hij wil natuurlijk nog steeds spullen verkopen, maar jullie missen het net. Pim die sms me echt steeds. Dat we al een tijdje niks hebben afgesproken en dat hij dat graag zou willen. Dus ja, dat is een goed teken, maar we kunnen natuurlijk niet met hem praten. Dus we gaan hem even sms'en. Onze lieverd. Ja, en dan wordt het toch straks tijd voor de next level. Maar we moeten eerst wat geld verdienen. Dus we moeten nog even snel wat eten. Ik dacht dat we nog... We hadden nog hotdogs, maar die zijn ineens weg. Dus dat houdt even op. Maar ik denk toch dat we de winkel even gaan openen. En kijken of we een van deze dingen nog kunnen verkopen. Want we hebben de beveiliging bij Bella ook nog niet aangescherpt. Cora. En oh ja, deze ging ik ook nog te koop zetten. Maar die wacht ik nog even mee, want die is veel minder waard. Ondertussen kan ik wel dit glas opdrinken, want dan hebben we toch weer iets minder honger. Ik ga dit ook gewoon doen in mijn onderbroek. Ja, waarom ook niet? Maar ja, zoals jullie even een reminder van de vorige aflevering. Cora was ontsnapt. We hebben Cora inmiddels terug. We hebben haar ook toegevoegd aan ons huishouden, zodat ze niet meer kan ontsnappen. Maar ja, Christian die zal daar niet zo blij mee zijn. Misschien komt hij wel naar onze winkel, want dat heeft hij al eens eerder gedaan. Hij is zelfs 3 keer terug geweest voor de piano. Het was helaas zonder succes. Hier is hij weer. Ik weet niet of hij als klant komt. Ik denk het niet. Maar ja, hij is daar waarschijnlijk niet zo blij mee. Dus daar zullen we ook nog wel meer van gaan zien. Maar voor nu gaan we gewoon proberen de gestolen piano te verkopen. En for some reason komen onze klanten hier. Gaan ze naar onze... Wat doe jij nou? Nou, dat vind ik nou gewoon... Vind je dat normaal? Zijn we ook... Wacht, zijn we met haar ook vijanden? Ja, hè? Wacht even. Britt Kuipers. Nee, volgens mij zijn we met haar nog helemaal geen vijanden. Dus waarom dit ze dit nou doet? Ik stink zeker ook weer. Het zit me ook nooit mee. Oké, waarom gaan we nou weer helemaal hierheen? Ik snap het niet. Frits, waar ga je heen? Frits? Oh, we gaan hier staan. Nee, is toch goed. Is dit mijn drinken? Melk, ja. Oké, waar zijn we nou? Helemaal hier. Ik vind het goed. Winkelvoorkeuren bespreken. We kunnen ook smeken. Wat stond er nou smeken om iets te kopen? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan het gewoon even vriendelijk aanpakken. Nou, dat gaat dus alweer helemaal voor een meter zoals je kan zien. Roddelen. Wat willen we nog meer? In de sauna ontspannen. Ja, dat zou ik ook wel willen, Frits. Maar ja. Oké, zij heeft dus nog geen interesse. Oké, nee, wacht. We gaan dit anders aanpakken, jongens. Dit werkt niet. Dit heb ik gisteren ook geprobeerd. Ik dacht dat ik me iets beter voelde, maar... Onze hygiëne is slecht. Dus misschien als we even 3 keer onze handen, 4 keer onze handen wassen... dan hoeven we niet helemaal naar huis. Kijk, dan voelen we ons gewoon alweer iets beter. Zie je? Zo. En we gaan alweer met Femke kletsen. Dus dit gaat hartstikke goed zo. Misschien wil ze nu wel iets kopen. Winkelvoorkeuren. We kunnen nog meer winkel. Naar budget vragen. Vriendelijk. Compliment geven over kleding. Oké, we zijn ineens boos. Omdat zij goed is blijkbaar. Nee, dit helpt allemaal niet, Frits. Doe even je best. Die kunnen ook druk uitoefenen om iets te kopen. Laten we het gewoon even doen. Zij gaat sowieso niks kopen. Een alien. Dat is ook een klant. Misschien heeft hij interesse. Oké. Vragen beantwoorden. Misschien moeten we gewoon even vriendelijk zijn. Ik weet dat het niet in onze aard zit, maar... Deze man. Deze man wordt het. Fitnesstechnieken bespreken. Kunnen we weer door vriendelijk. Enthousiast zijn over de opwinding van het jatten. En dan iets met de winkel. Winkelvoorkeuren. Vraag hoe dag was. Dan kunnen we nog wat meer met de winkel. Naar budget vragen. Vragen beantwoorden. Ik wou alleen dat het wat sneller ging. Het gaat zo langzaam. Daar is onze bamboekoper. Met hem hebben we ook wel een goede relatie. Ik weet niet of hij een klant is. Volgens mij loopt hij alleen maar langs toevallig. Oké, blijkbaar heb ik iets gedaan wat ik wilde doen. Dat is ook leuk. Waarom wil niemand iets kopen? Ik snap het niet. Nou, weet je wat? Ik geef dit ook gewoon op. We voelen ons weer niet goed genoeg om iets te verkopen. We
gaan de winkel sluiten. Dit werkt niet. Ja, hij heeft ook weinig interesse. Nou, weet je wat? De winkel is dicht. Is de winkel al dicht? Dit gaat het doen. Hij kan niet bij de kassa. Dan doe ik het wel voor je. Ja, ik weet dat we niks hebben verkocht. Dan doen we het gewoon toch op de ouderwetse manier. Via Marktplaats. Die piano wil ik nog wel even houden. Maar die verkopen we. En die enge pop die Frits wilde stelen toen we hem net hadden. Die kunnen we ook wel verkopen. Kijk. We hebben toch weer wat geld. Ja. Misschien dat mensen via Marktplaats toch wat meer de vertrouwen hebben. Even kijken wat geld overzetten van de winkel. We kunnen wel 1500 overzetten. En dat kunnen we dan weer mooi uitgeven. En dan kunnen we naar huis. En dan kunnen we onze beveiliging wat aan gaan scherpen. En Frits, ik weet niet wat je in je handen hebt, maar je melk is hier. Nou ja, weet je, laat dat maar staan. Die winkel, dat was toch niets voor Frits. Hij heeft toch niet het zakelijke inzicht, dat lijkt me weer. Hetgeen jammer is, maar oké, we hebben ons geld. Ja. We hebben ook weer wat mensen boos gemaakt, want niemand was blij met ons. Dus dat is ook mooi. Ja. Ik ben benieuwd of Cora er nog zit, wat ze aan het doen is. Kijk, ze moet voor zichzelf zorgen, maar ze kan er natuurlijk niet uit. Oh. Ik heb een prestatie nachtje doorhalen, omdat ik dit blijkbaar al heel lang achter elkaar speel. Het valt wel mee, maar hoe is het met Cora? Het gaat wel goed met haar. Maar ja, kijk, dit huisje, dat is natuurlijk niet, volstaat niet. Dus misschien, kijk, als we de bovendeur even voor haar op slot doen. Iedereen behalve Frits kan naar binnen. Dan kunnen we deze ontgrendelen. En Cora kan dan even daarheen gaan. Kijk, en dat geeft ons de kans om dan even wat een beetje bij te gaan bouwen. Want uiteindelijk wil Frits natuurlijk een soort van ja, ruimte maken voor Cora. Waarin ze dus make-up kan doen en zo. En ja, waarin ze echt model kan zijn voor hem. Dus ik denk, spiegels, ja, dat sowieso. Wat kostte deze? Die zijn wel duur. Nou, oké. Dan beginnen we gewoon met één staande spiegel die niet al te duur is. Ja, maakt het uit welke? Deze ronde is wel mooi, maar die is ook heel duur. Nee. Als ik aan het bouwen ben in de Sims, dan heb ik eigenlijk nooit een budget. Dus ik ben het niet zo gewend om budget te hebben. Ja, en ik dacht ook, laten we de kamer gewoon mooi roze maken, weet je wel. Gewoon dat het bij Cora past. Het een beetje vrouwelijker uitziet. Hoppa, die maken we iets groter. Misschien een ander bed, want dat bed slaapt heel beroerd. Dan moeten we de hele tijd luisteren naar hoe chagrijnig ze is. Dat heeft natuurlijk ook geen zin. Deze past erbij. Kijk, Frits die zorgt natuurlijk wel goed voor haar, hè? Want hij heeft haar nodig. Dus hij, ja, hij let er wel op dat hij daar rekening mee houdt. Dit aanrecht kunnen we er nog wel eentje van neerzetten. En ik wil er eentje voor in de hoek. Zo, dit gaat hard met ons geld op deze manier. Spiegel. En een douche wilde ik. Waar is dat sanitair? Ja, die douche is er niet in het... Nou ja, deze maar. Of is deze er in het roze? Nee. Oké, we zetten deze douche neer. Daar gaat al ons geld. Die lamp kan even wel wat meer in het midden. Ja, misschien kunnen we deze dingen hier ophangen. In Cora's kamer. En ja, nee, de kledingkast kan wel nog daar blijven. We kopen straks voor Cora nog wel een kledingkast erbij. Het enige wat we nog even moeten doen is... ja, ze moet natuurlijk wel in shape blijven, want ze is altijd aan het sporten. Dus ik denk dat, dat Cora voor de yoga experience gaat. Uiteindelijk komt hier trouwens nog... Ah, dat wilde ik eigenlijk ook nu doen. Misschien kunnen we nog iets meer uit de winkel halen. Ja, misschien gewoon alles. We willen vanaf naar het huishouden. Nou ja, 300 is goed. We hoeven toch geen kosten te maken met de winkel. Ja, want ik vond dat ze zichzelf wel gewoon moet kunnen verzorgen. Dus ik dacht, we doen ook een wasbak. Deze is niet zo duur, dus die kan. Kan die ook in het roze. Een soort van roze. Ook goed. En ja, het yogamatje ligt er al. Misschien moeten we die nog even verkopen voor nu. Die hebben we toch niet echt nodig. Zorgen dat we gewoon genoeg ruimte hebben om dit, dat ze het wel kan gebruiken.
Misschien als we de wc hier doen. De douche kan daar. Hebben ze hier alle ruimte voor de yoga. Ja, ik denk dat dit moet werken. Dus ja, dit is het dan voor nu. Dus zij kan dan hierheen gaan. Als ik hem op play zet natuurlijk, ja. Kijk, en dan kan ze toch een beetje voor zichzelf zorgen. En ja, Frits doet natuurlijk dan weer gewoon de deur op slot. Iedereen behalve Frits. Frits, wat doe je nou? Waar ben je? Nee. Nee. Nee, we gaan geen pizza eten. Dat mag niet. Is mijn thuissalade bedorven? Nee. Wat is er wel bedorven? Ah, misschien ging hij bedorven voedsel opruimen. Dat kan er nou niet zo met de deuren gooien. Ik weet dat je boos bent, dat maakt me niks uit. Oké. Dus, nu kunnen we eindelijk, hebben we eindelijk rust. Want we hebben Cora gevangen. We hebben een goede ruimte. We hebben alleen nog geen bewakingscamera. Oh, dat wilde ik wel nog. Want hier hingen ook bewakingscamera's. In de achtertuin hier volgens mij ook heen. Ja, hier kan toch niemand komen. Dus die hangen we dan hier. Kijk, en dan kan Frits haar ook gewoon in de gaten houden. Dat wil hij natuurlijk wel. Dus dat is mooi. Dat hebben we weer voor elkaar in elk geval. En ja, zijn plezier is laag. Dus wat we moeten doen. We moeten even met Pim kletsen. Dus we gaan even kletsen met Pim. Kijk, we kunnen nu al bellen. Hij kan ze... Moira sms't ons. Mee eens, Christian is niet erg cool, niet erg leuk. Hij is niet cool. Terwijl we ook vijanden met haar zijn. Dus ik snap niet waarom ze me dat sms. Maar oké. Okay. Ja, Frits, ik ben ook boos over hoe alles gaat in het leven. Maar oké. Nou ja, hij kan dat even opeten. En dan kunnen we wel met Pim even afspreken. Hij wil ook een clubbijeenkomst starten. Hij wil tegen een vuilnisbak aantrappen. Nou ja, die hebben we, dus dat kan ook nog. Kijk, dit is trouwens onze vuilnisplant. Kijk, die kunnen we straks wel even oogsten en water geven. En dan, misschien kunnen we bij Christian in de tuin straks zo'n plantje planten. Dat zou wel leuk zijn. Ik bedoel, hij heeft onze vuilnisbak ook omgetrapt. Ik weet dat wij ermee zijn begonnen, maar ja, daar heb ik geen boodschap aan. Maar, ja, hij is wel echt boos. Ik weet niet hoe lang dit nog duurt. Oh, nog maar 18 seconden, dat is mooi. En dan zijn we als het goed is blij door de inrichting, want het is hier zo mooi ingericht. Cora die is ondertussen computervaardigheid aan het doen. Ja, zij kan wel... zij kan al yoga zelfs. Nou, dat is helemaal mooi. Even kijken, wat heeft zij eigenlijk voor skills? Oh, kijk, fitness gaat goed. Wellness heeft ze net mee begonnen. Nou ja, oké, dat is dan nieuw. Maar kijk dit live. Frits die gaat hier wel echt naar kijken straks hoor. Hoe mooi dit eruit ziet. Hij heeft natuurlijk de camera nu ook. Dus hij kan het nu ook altijd zien. Dus ja, dat gaat goed. Ik hoop dat zijn plezier ook omhoog gaat. Dat hij even met Pim aan het praten is. Maar hij gaat eerst even voor zijn plant zorgen. En dan gaan we een clubbijeenkomst starten. En dan gaan we even met Pim. Het is namelijk alweer avond. Kijk, dat was het voor nu. En heel zin. In inventaris hebben we nu 10 afvalplanten. Afvalvrucht, leuk. Oké, maar we gaan een clubbijeenkomst starten in de nachtclub. Ik ben benieuwd naar welke nachtclub we gaan. En ik hoop dat we onze romance wat verder uit kunnen voeren nu. Misschien kunnen we het wel officieel maken. Kijk, dat zou helemaal mooi zijn. De clubbijeenkomst is gestart. Welk is Pim? Hier is hij. Kijk, ik ben gespannen omdat ik geen plezier heb. Maar we kunnen wel even een diepgaand gesprek meteen doen. Dan zijn we meteen in de stemming. Gaan we niet naar binnen? Nee? Oh, hij wil Dominique leren kennen. Nou, dat gaan we dus niet doen. Daarvoor zijn we hier niet. Dat is niet ons doel, Frits. Wat is dit? Nee, maar wat we wel willen is iemand omhelzen. Nou ja, kijk, daar kunnen we dus wel voor zorgen. Volgens mij staat dat wel bij vriendelijk. Ik moet even zoeken. Omhelzen, kijk, dat gaan we dus wel even doen. Al die andere beren mogen lekker dansen, maar wij zijn hier gewoon met z'n tweeën. Pim moet blijkbaar naar de wc, of is dit Pim? Wacht. Moet ik naar de wc? Nee, Pim moet naar de wc. Maar de tijd voor wat romance, jongens. Kijk, versiertruc. Wat doe jij hier? Waarom kom je ons hier pesten? We hebben jou al afgeschreven. We hadden al besloten dat we jou niet als lichaam wilden. Wat we...
Ja, wat, waar, als wat we ons voor zouden doen, dus zij kan wel weg. Weggaan, ga weg. Je bent hier niet welkom. Zie je dan niet dat ik hier over Tosti's aan het praten ben met mijn toekomstige echtgenoot? Kijk, gepassioneerd zoenen kunnen we ook nog wel even doen. Ze staan ook niet meer recht tegenover elkaar. Maar oké, okay, dat is allemaal goed. Aantrekking kunnen we bekennen. Ja, als hij dat nog steeds niet door had, dan was hij wel een beetje blind al die tijd. Maar kijk, we zijn al flirterig, dat helpt natuurlijk wel. Een roos aanbieden kunnen we doen. Gewaagde vraag stellen. Ja, we moeten gewoon alles even afgaan dat onze relatie gewoon nog beter wordt. Het is al een verliefd gesprekje, dus dat gaat goed. Kijk, nu kan er pas echt een schepje bovenop worden gedaan, staat er. Ja, daar ben ik het natuurlijk mee eens. Ze kunnen op wang zoenen. Wat kunnen we nog meer doen? Kijk, vaste verkering vragen. Nee, dat wil ik nog niet hier doen. Dat wil ik verderop doen. Op een mooie plekje wat vorige keer misging. Dat moet nu toch gewoon... Dat moet goed komen. Dus we gaan... Kijk. Oh ja. Nee, dat is intens. Maar waar we even... Kijk, we kunnen hier kletsen. Ik hoop niet dat iedereen nu volgt. Volgens mij niet. Volgens mij moet het nu alleen wij tweeën zijn. Ja. En zoals je kan zien moet Pim sowieso heel nodig plassen. Maar dat is niet mijn probleem. Kijk, ik speel niet alleen met Frits. Dat Pim is vergeten om naar de wc te gaan voordat hij zijn lot aan mij over heeft gelaten. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Kom op Pim, wel even doorlopen. Ik heb niet alle tijd van de wereld. Ik verveel me ook nog steeds ontzettend. Maar kijk, dit is wel een mooie setting, toch? Ik bedoel, als we hier vaste verkering vragen, dan komt het sowieso goed. Dus dat gaan we ook doen. Wacht op mij, wacht op mij, wacht op mij. Oh, kijk hoe enthousiast ze zijn. Weer een selfie. Ah, dat is toch leuk. Kijk, we hebben en er wordt meteen naar hem gegromd. En er wordt ook teruggegromd. Ja, nou ja, misschien is dat wel hun ding. Je weet het niet. We kunnen meteen uitnodigen te blijven slapen. We kunnen wel een gegrom van een beer imiteren, hè? Je ziet ook dat Pim zich heel ongemakkelijk voelt. Hij gaat sowieso in zijn broek plassen. Dat mag niet, Pim. We zijn hier nog niet klaar. Ik ben nog even... We zijn hier romantisch bezig. Dan moet jij niet ineens gaan plassen. Dat kan natuurlijk niet. We kunnen ook meteen een aanzoek doen. Nou, dat gaan we dus nog niet doen. Dat gaan we pas doen als we vrouwelijk zijn geworden. En dat is nog niet helaas. We hebben ook echt geen geld meer nu. Dus we moeten ook wel... Ik weet niet, misschien moeten we nog even wat stelen. Dat is misschien wel een goed idee. Ja, we kunnen nog wel even... sexy pose doen. En dan laten we pimmeren voor nu even met rust. We moeten natuurlijk niet overdrijven. Ja, en als we dan nog even wat meenemen wat veel waard is en we dat kunnen verkopen, ja, dan kunnen we ook gewoon nog een plastische ingreep doen. Dat vind ik wel het beste idee. Gewoon iets kleins. Kleine ingreep. Kijk, Frits die heeft nu vast de verkering gevraagd. Dus nu is hij natuurlijk helemaal enthousiast. Nu denkt hij, nu wil ik gewoon helemaal verder. Dus we stoppen even met pimpen kletsen. We gaan even terug, maar kijk, ik weet niet of we deze fontein mee kunnen nemen. Nee, we kunnen hier alleen een muntje in gooien. Nee, als we iets niet willen, dan is het geld weggooien. Maar we moeten dus een plek zoeken waar even niemand is. Er is hier niet zo heel veel. Kijk, misschien dit schilderij. Ik weet niet of ik die kan proberen te jatten. Ik kan het sowieso proberen. Nou, Pim gaat ook naar huis. Waar ben je, Frits? Frits? Kan ik hier niet bij of zo? Nee, dat is jammer. Ik dacht, die is wel mooi. Die is waarschijnlijk ook wel veel waard. Nou ja, dan als we dat niet kunnen, dan wordt het toch iets anders stom. Zoals deze wc of zo. Nou, die kunnen we ook alleen gebruiken. Die kunnen we dan weer niet meenemen. Nee, kunnen we helemaal niks meenemen. Shit, ik wil iets meenemen. Souvenirtje van deze mooie avond. Oh, hier zijn nog schilderijen. Die kunnen we misschien wel jatten. Oh, hier hangt er een. Nee, laten we deze proberen te jatten. Ja, daar kan Frits bij. Dus dat moet wel bijna een succes worden, toch?
Oh. Kijk. Ik weet eigenlijk niet welke skill hierdoor omhoog gaat. Wat is dat? Ondeugd waarschijnlijk. Nou, in elk geval, we gaan de clubbijeenkomst voltooien. Frits die gaat... Nee, niet naar huis. Nee. Frits gaat meteen naar de plastisch chirurg. Want, ja, misschien accepteert hij dat schilderij ook wel als betaling. Dat gaan we even proberen. De plastische chirurg woont hier. Dokter Spiegel is thuis, dat is mooi. Ik denk dat we voor de haarimplantaten gaan nu. Ik bedoel, we hebben nog niet echt genoeg geld om... ik weet niet wat het schilderij waard is. Wacht, daar ga ik eerst eens naar kijken voordat ik uitspraken ga doen over waar ik wel geen geld voor heb. Misschien is het schilderij wel echt 3000 euro. In dat geval gaan we all out, jongens. Maar deze kavel kan alleen bewerkt worden via de wereldkaart. Ja, daar heb ik dus helemaal niks aan. Nou, ik heb nog 300. Dat is waarschijnlijk net genoeg voor een pruik. Waar is de dokter? Hier. Chanel die zit alleen maar te computeren, net als de vorige keer. Dat is waarschijnlijk haar enige hobby of zo. Oh, hier is hij. Nou, oké. We kunnen onze partner wel adoreren. Dat vind ik wel lief. Kijk, wie ik nu heb ontmoet, dat is zo'n... mijn partner, die is zo geweldig. Maar ja, ik moet wel een volle haardos hebben. Want we hebben elkaar nog niet in het echt gezien. Dus ik hoopte zo dat jij me daarbij kon helpen. Je ziet het hem denken. Kijk, hij denkt al helemaal aan een gezinnetje. Nee, Frits, daar is hij al niet meer. Kijk, hij staat gewoon hier. Frits, hij staat hier. Oké, nou, en dan komt hij wel naar ons toe. We zijn waarschijnlijk helemaal in de wolken omdat we net een nieuwe partner hebben. Opfleuren, ja, we kunnen wel even kijken. Vriendelijk. Wat is een goede? Leren kennen, ja, dan kunnen we zeggen wat we ongeveer willen hebben. En ja, hier in de operatiekamer, hier kunnen we dan natuurlijk kletsen. Heb ik net weer wat gejat of... Ik weet het niet. Maar we zijn hier in de kamer. En ja, we gaan even samen met de dokter kijken wat we kunnen doen. Maar we gaan in elk geval ons uiterlijk veranderen. En dan gaan we voor die volle haardos. Kijk, het moet natuurlijk wel een beetje lijken op wat Bella heeft. Of Cora heeft. Die kunnen we ook zien hier. Ja, misschien wel gewoon het exacte kapsel. Maar misschien eerst voor dit. Weet je wel dat het langzaam aan het groeien is. Het moet natuurlijk ook niet precies hetzelfde zijn. Maar dan moeten we dan wel deze keer voor elke... Nou, voor die outfit hoeft het niet. Voor elke outfit doen. Oh, dit gaat wel vanzelf. Kijk eens aan. Ja, en wat ik dacht. Kijk, misschien moeten we ook maar gewoon van het gezichtshaar af. Dat is al beter. En... Kunnen we onze wenkbrauwen epileren? Dat kan ook. Hoe heeft Bella de wenkbrauwen? Kijk, Frits die weet dat natuurlijk uit zijn hoofd. Kijk, die zien er best wel strak uit. Dus dat gaat Frits ook doen. Ja, wenkbrauwen. Dat is al een heel stuk beter. Misschien die, misschien die. Oh, deze. Deze zijn... Ja, deze zien er op zich wel heel vrouwelijk uit. Ja, ik denk, dit is wel... Dit gaat goed. Dit gaat de goede kant op. Misschien moet hij hier ook oorbellen bij gaan dragen. Ja, dat denk ik wel. Misschien ringen. Gouden ringen. Of deze mooie. Deze groene, die passen bij de rest van zijn outfit. Ja, absoluut. Ja, en misschien wordt het tijd dat hij toch ook op hakken gaat lopen. Ik denk het wel. Ik denk dat het daar tijd voor wordt. Maar welke zijn mooi? Ja, misschien rode, want dat is wel... Misschien kopieert Frits trouwens wel alles van Bella, maar dan in het groen. Groen staat hem wel. Ik denk deze schoenen zijn wel mooi. Vallen ook niet zo op onder zijn outfit. Ja, ik denk voor nu dat dit is waar de dokter hem mee geholpen heeft. En daar moeten we natuurlijk nog wel even mee afrekenen. Yep, hij is er blij mee hoor. Testing cheats. Truc. Money. 200 zei ik hè, dus dat wordt dan 99. Zo. Hebben we afgerekend. Nou, kijk aan. De opnieuw vernieuwde Frits. Kijk, als je alleen het gezicht ziet.
Oh, ik ben er wel al geswitcht. Dat heb ik gedaan. Ik druk op de verkeerde knopjes. Als je alleen het gezicht ziet, kijk, dat is bijna wel al vrouwelijk. Dat gaat hartstikke de goede kant op. Maar ja, dan gaan we voor deze keer gaan we het erbij laten. We hebben wat verkocht, we hebben de cel van Bella verbeterd en we hebben vaste verkering met Pim. Ja, in de volgende aflevering gaan we denk ik zien hoe het gaat aflopen met ja, wat Christian gaat doen. Want die kan dit natuurlijk ook niet zomaar over zijn kant laten gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat af gaat lopen. Ik hoop dat jullie net zo benieuwd zijn. En ja, als je deze aflevering leuk vond, like hem dan. En als je abonneert, dan is dat absoluut geweldig. Maar ik hoop sowieso dat jullie in elk geval de volgende aflevering weer kijken. Om te zien hoe het verder gaat met Frits. Dus bedankt voor het kijken. En wat doet zij hier? Oh, ze heeft me door. Hoe komt zij hier überhaupt binnen? Dit is toch, of is dit wel een spa? Ik weet nou nog steeds niet of dit gewoon een huis of een spa is. In elk geval, dat lijkt me Frits Q om daar in elk geval weg te gaan. Want hij wil natuurlijk niet opvallen. Kijk, zij moet niet zien dat hij hier is geweest. Want zij moet hem natuurlijk straks niet terug kunnen herkennen. Maar ja, daar gaan we. Walk of shame. Bedankt in elk geval voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En doei doei.